Fred Arnold van Russel, voorzitter van de Federatie van Oudstrijders, heeft vanmorgen in familieverband zijn 89e jaardag gevierd. Speciaal voor deze dag heeft hij de kinderen van de kinderthuizen Campagne en Los Casitas uitgenodigd. De viering van de 89e jaardag van Russel begon met een dankdienst geleid door dominee Edgar Loswijk. De jarige geeft aan dat hij vanaf zijn 80ste geboortedag heeft besloten deze bijzondere dag voornamelijk met de mens met een beperking te vieren. De collecte van de kerkdienst en zijn cadeaugeld zal Van Russel schenken aan het Special Olympics team dat naar Abu Dhabi vertrekt. Omdat ik heb een dochter met een beperking ook. Ja, en zij heeft ook meegedaan met Special Olympics. Heeft ze als eerste heel wat goud en zilver medailles meegenomen. Dus daarom heb ik gedacht, nu laten wij deze mensen helpen. Nu hoe klein dan ook, nu om deel te nemen aan de Special Olympics. Binnen een half uur was er 500 SAD opgehaald. Wat vindt u daarvan dat uw gasten ook de groep namens u gedenken? En dan komt er meer. Wat in die enveloppen zal gezet worden. En daar zal ik ook iets bijdragen. Om het tot een goede, iets goed te maken daarvan. Van Russel zegt verder dat hij zich goed voelt met zijn 89 jaren. Hij memoreert dat hij veel heeft gedaan voor de samenleving en ook voor de wereld toen hij als jonge man naar Korea ging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Terugkomend op zijn jaardag zegt Van Russel dit elk jaar te vieren met de mensen met een beperking en sociaal zwakkeren. Ik vierde mijn 80ste verjaardag hier in Good Charity, heel groot. En ik stond te kijken, dan keek ik naar de mensen die gezond zijn. Mensen die het niet nodig hebben. Toen dacht ik nu als ik mensen met beperking, mensen die niet kunnen eten. Waarom zou ik het mijn gedachten niet terugnemen om mensen met een beperking uit te nodigen als ik jarig ben. Niet alleen, maar ik heb een stichting opgericht naar aanleiding daarvan, een stichting Vrede Carlos van Russel. En elk jaar, nu bij mijn jaardag en jaar van de mensen met beperking, ja, nodig ik enkele internaten uit met mensen met beperking om ze een gezellige dag te geven. Frederik Arnold van Russel, die vanmorgen op het terrein van Good Charity zijn 89ste jaardag heeft gevierd met kinderen van Huizen Campagne en Los Casitas. De opbrengst van zijn jaardag zal Van Russel doneren aan het Special Olympics team dat de komende maand richting Abu Dhabi gaat.